Parkeergarages beter bezocht. Onderzoek Centrale Wietilt Radboud Universiteit. En nabeschouwing NEC. Dit is het NE Nieuws van maandag 24 maart. Uit recente cijfers blijkt dat het aantal gebruikers van parkeerplaatsen toeneemt. Autogebruikers weten de weg te vinden door de betere bereikbaarheid en goedkopere avondtarieven. Ook door gewenning en verwijssystemen weten de automobilisten met name de parkeergarage bij het Keizer Karelplein steeds beter te vinden. Wethouder Henk Beerte, verantwoordelijk voor de portefeuille mobiliteit, bevestigt deze positieve ontwikkeling. Kijk, het is zo dat we vorig jaar het avondparkeer hebben ingevoerd in januari. En toen waren er heel veel mensen die zeiden, dat moet je niet doen, want dan blijven de bezoekers aan de Nijmegen 's avonds massaal weg. Wij hebben toen steeds gezegd, dat verwachten we niet, ook omdat we een tarief van 50 cent in de garages hebben ingevoerd. En we hebben de cijfers van januari van dit jaar nu eens naast die van januari van vorig jaar gelegd. En we zien nu dat op straat 20% meer mensen kort parkeren. En het tweede wat we zien is dat mensen met name 's avonds de garages heel goed weten te vinden. Als derde dat we zien dat in zijn totaliteit het aantal mensen dat de stad weet te vinden toeneemt. En we hebben vorig jaar natuurlijk een paar weken parkeerverwijssysteem ingevoerd. Wie wel eens naar het centrum gaat, ziet die grote borden met die getallen erop. Nou, je kunt dan in ieder geval zien hoeveel plekken nog in de garages is. Maar weten mensen dat dan wel goed te vinden? Bijvoorbeeld de Keizer Karel. Want ik kom daar geregeld langs en dan zie ik daar gewoon weinig auto's naar binnen gaan. Nou, de Keizer Karel garage is goed dat u daar ook naar vraagt. We hebben een verdubbeling van het aantal bezoekers in het parkeergarage, Keizer Karel garage, ten opzichte van januari vorig jaar. En dat betekent dus dat we heel goed op weg zijn naar een garage die goed gevonden wordt. En wat daar zeker toe bijdraagt, is dat met name 's avonds die garage heel goed gebruikt wordt. Mensen die naar de Schouwburg, naar de vereniging gaan, maar ook mensen die gewoon uitgaan in de stad. Omdat ze denken van, nou, ik rijd daar naartoe, ik hoef niet te zoeken. Ik weet dat die veilig staat, is een bewaakte stalling. Ja, en voor 50 cent per uur. Ik hoor vaak van mensen die zeggen, dan ga ik om 10 uur naar huis of om 11 uur. En dan moet ik afrekenen en dan staat er 2 euro op. Dan moet ik 2 euro afrekenen. Dat geeft wel een smile op het gezicht. En ik denk dat dat ook promotie is voor Nijmegen als stad. Om daar ook 's avonds vooral naartoe te komen. Om uit te gaan naar de film en naar de Schouwburg en de vereniging te gaan. Internationale verplichtingen verhinderen dat Nederland zelf mag bepalen of zij hennepteelt legaliseert. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de Radboud Universiteit in opdracht van minister Opstelten van Justitie. De onderzoeksvraag was of het in het licht van het internationaal recht, en dan bedoel ik de VN-verdragen, en het Europees recht, en dan gaat het om het EU-recht, mogelijk is om tot regulering van cannabisteelt ten behoeve van de aanvoer van cannabis, hennep ook wel, naar coffeeshops te komen. Hoe kan het eigenlijk dat wij in Nederland niet zelf mogen bepalen hoe wij onze drugswetgeving vormgeven? Op zichzelf mag je dat wel zelf bepalen als land, maar als land ben je ook afhankelijk van andere landen in de bestrijding van bijvoorbeeld drugs, maar ook op allerlei andere onderwerpen. En om die samenwerking tussen landen beter te maken, omdat je ook wilt dat andere landen bepaalde acties doen, dat ze jou ook helpen als je bijvoorbeeld een strafzaak hebt, als je iets probeert te bestrijden, bijvoorbeeld drugs, dan sluit je verdragen. Ja, en die verdragen, dan zijn niet alleen die andere landen verplicht om zich daar aan te houden, maar daarmee bind je ook natuurlijk jezelf als land. De verkoop van hash en wiet wordt in Nederland gedoogd. Is dat volgens die verklaringen dan wel toegestaan? Als het gaat om gedogen van kleinschalig gebruik, dus bijvoorbeeld door een consument die een paar cannabisplanten op zijn kamer heeft staan, die kweekt voor eigen gebruik, dan is het niet vervolgen daarvan. Dat is mogelijk inderdaad binnen die internationale en Europese regelgeving. Je zou kunnen zeggen, ja, maar we kunnen proberen die VN-drugsverdragen aan te passen. Nou, op zichzelf is dat zeker een mogelijkheid, theoretisch. Maar dan moet u niet vergeten dat het hier gaat om het enkelvoudig verdrag en het sluikhandelverdrag. En dat daarbij respectievelijk 184 en 188 verdragsstaten zijn aangesloten. En heel veel staten daarvan, die zijn zeer anti ook cannabis. Wat je ook kunt doen, is het verdrag opzeggen. Nou, dan ben je er vanaf. Maar het punt is, en dan kun je dus tot legalisering overgaan. Alleen dat zou bijzonder
bijzondere nadelen ook hebben. Want ik vertelde in het begin al even dat je als land ook in de bestrijding van drugs, en dan gaat het niet alleen om cannabis, maar bijvoorbeeld om ecstasy, cocaïne, nou ja, noem maar op, ben je heel veel afhankelijk ook van andere staten in die samenwerking. Ja, die samenwerking, het fundament daarvan, geef je eigenlijk in één klap op het moment je uit die verdragen zou treden. Begin dit jaar hadden burgemeesters van 25 gemeenten, waaronder Nijmegen, juist gepleit voor een regulering van de wietteelt in een poging de bedrijfstak uit de criminaliteit te halen. Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Het college van burgemeester en wethouders gaat gezamenlijk aangifte doen tegen PVV-leider Geert Wilders vanwege discriminatie. Het college zal dinsdag naar het politiebureau in Nijmegen gaan om de aangifte te doen. De bestuurders roepen iedereen op om zich dan bij hen aan te sluiten. Burgemeester Bruls en wethouders zullen om 11:30 vanaf het stationplein vertrekken naar het politiebureau aan de Stieltjesstraat. De burgemeester laat weten dit bewust te doen om zo namens de Nijmeegse samenleving het signaal af te geven dat hier grenzen ver zijn overschreden. Wat hem betreft is iedereen welkom om mee te lopen en ook aangifte te doen. Nog deze maand heropent de vertrouwde Nijmeegse boekhandel Dekker van de Vecht de deuren. Dankzij bijdrage van klanten, een onbekende investeerder en de inzet van het personeel herrijst de zaak aan de Mariekestraat uit de failliete boedel van Polaren. De winkel ging eind van de week voor de tweede keer in korte tijd op slot en wordt nu gereorganiseerd. Doel is om op maandag 31 maart te heropenen. In het weekend van 5 en 6 april zijn er tal van feestelijke activiteiten om de nieuwe start van Dekker van de Vecht te vieren. De nieuwe eigenaren zijn bekenden in het boekenvak. Monique Kaufman is de huidige bedrijfsleider van de boekhandel en Hans Peters was er vroeger directeur. Na de koop zijn ze onmiddellijk aan de slag gegaan om orde op zaken te stellen. Ook de herinvoering van de oude naam vraagt tijd. De naam van het failliete Polaren is intussen van de gevel verdwenen. In de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 maart zal de nieuwe fietsbrug over de Neerbosseweg worden geplaatst. Het fietspad moet worden verlegd om plaats te maken voor de perron van het nieuwe station De Goffert. Dit nieuwe station komt op het viaduct over de westkant van de Neerbosseweg dat grenst aan het NXP-terrein. Het verkeer op de Neerbosseweg zal hiervoor ter hoogte van het spoorviaduct worden omgeleid tussen 9 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. In het weekend van 10 tot 12 mei en van 28 juli tot en met 5 augustus zullen er door werkzaamheden aan het nieuwe station geen treinen rijden tussen Nijmegen en Os. De NS zet dan bussen in. Inmiddels is de lente begonnen, dus voor veel dieren de tijd om te jongen. Op kinderboerderij De Goffert zijn inmiddels de eerste lammetjes geboren. Nick, de lente is begonnen, ja. Ook hier op de kinderboerderij. Wat betekent dat voor hier? Jonge dieren. Heel veel lammetjes, geitjes, cavia's, konijntjes. Dus echt een heel feest van allemaal kleine dieren. En hoe gaat het in zijn werk? Die raken allemaal zwanger ergens in? We beginnen rond februari, maart. Zodat de kou een beetje weg is. En dan beginnen we een beetje met de mannetjes bij de vrouwtjes te zetten. En hoe hou jij in de gaten of ze zwanger zijn? Hoe doe jij dat? We houden bij wanneer het mannetje bij het vrouwtje gezet wordt. Mm-hmm. En dan geven we het een paar weken. Dus we weten nooit exact welke datum het jonge dier komt. Maar wel ongeveer in welke week. En dan is zo'n kleintje geboren. Ja. En hoe voel jij je dan? Ja, toch wel trots dat het goed gelukt is. Ja. Dat er geen miskraampjes zijn. Natuurlijk heb je soms wel dat een dier doodgeboren wordt. Mm-hmm. Maar daar kun je het zelf niks aan doen. Maar dan ben je alleen maar blij voor de dieren die heel goed geboren zijn. Dus, ja. Hoeveel zijn er nu? Hoeveel lammetjes zijn er nu? Nu zijn er 7. 7. Ja. En die spelen ook met elkaar? Of hoe gaat dat? Nou, ze rennen lekker rond, ja. Ja? Ja? Dat klikt wel. Ja, dat klikt wel. Ja. We staan hier naast de nieuwste aanwind. Ja. Hoe oud is zij? Ze is nu een week oud. En hoe ging de bevalling? Ik was er zelf niet bij. Mm-hmm. Het weekend dat ze werd geboren is een andere collega geweest. En het ging goed. Ze was in het begin wel wat zwak. Ja. Ook met het andere lammetje wat uiteindelijk overleden is. Ja. Maar ze maakt het nou goed. Het was op de valreep dat NEC toch nog één puntje wegsleepte uit Heerenveen. En dat ook nog eens met maar 10 man na de rode kaart voor Van Eijden.
NEC werkte dus een 2-0 achterstand op miraculeuze wijze weg en loopt 1 punt uit op Roda, die nu op de laatste en directe degradatieplek staat. Dit puntje is wel lekker. Hij werd ook wel echt heel erg goed gevierd. Hè? Het leek net alsof de Wereldcup binnen was. Zo, zo blij was iedereen. Ja, maar geeft natuurlijk ook een ontlading. Elk punt is er eentje. En Heerenveen is een prima ploeg. En dat we dan de 3 minuten voor tijd nog de gelijkmaker maken. Ja, dat met 10 man. Nou, dat is een prima prestatie. Ja, Dennis Gentenaar, een punt in Heerenveen. Ik denk dat je na 45 minuten daar totaal geen rekening mee hebt gehouden. Misschien niet rekening mee gehouden als je in de rust of net voor rust eigenlijk 2-0 achterkomt. Alleen die fase daarvoor is eigenlijk niks aan de hand voor ons. En we geven eigenlijk in 5 minuten geef je bijna de wedstrijd weg. En ja, dan komen we uiteindelijk nog net voor tijd mooi terug op 2-2. Het weer in Rijk van Nijmegen vanuit het Markt. Maandagnacht klaart het overal op en komen de temperaturen dicht bij het vriespunt te liggen. De dinsdag begint daarom een beetje fris totdat de zon op de sterkte komt. In de middag ontstaan stapelwolken en kan hier en daar wat regen vallen. Woensdag is even kans op een spat regen, maar daarna gaat de zon weer schijnen. Nou, ik hoop het. En tot zover het NE Nieuws. Na het hele uur kunt u kijken naar Kek Kort en het programma Buurten. En na het half uur het programma Koken met Koenen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.